Skaap is nie net een manier van geld maken. Skaap is my lewe. Ek staan op in die ochend en ek gaan groet my ramme op hulle naam. Dat is myne. En dit is wat my laat tik. Stoetboerderij laat my tik. Die dag tot dag van omsien na iets en kyk hoe iets klein groot raak. En hoe iemand dit iemand blij maakt. Hoe die ram wat ik in zijn ma gesit het met laparoscopie geboren is, ik gezien het hoe groei hy. En om uiteindelijk aan een kliënt te gee, moet hy als een glimlach. Dat is wat mij aan die gang. Dat is voor mij lek. Ik en mijn pa boer al zo'n 6 jaar samen. Hulle boer al vir oor die 40 jaar in Hannover district. En ik het 6 jaar terug hier begin op Multino, die boerderij oorgevat hier. My pa is absoluut kardinaal tot die ontwikkeling van ons stoet. Hy is een ongelooflike skaapkenner en een meester in die klassering van ramme. Ik denk dat het raak amper een mode. As mens kyk hoe baie programme daar op televisie is en hoe publikaties oor landbou uitkom en alles wat gebeur rondom landbouw in termen van technologie, moet het jou baie opgewonde maak. Dit maak ons bij White Wolves in die aard van die saak baie opgewonde, want ons het nog so baie wat ons wil doen. En in een stoetse leven is daar een klomp jaar en ons is nou net eerst aan die begin. Dit kan een ongelooflike mooie story wees. En tot dusver is het een baie mooie story. En ja, ek dink is moeilik in Suid-Afrika op die oomblik, net vanweer die feit dat het heel droog is by meeste mense, maar as al uitkomst kom, en as hy uitkomst gekom het, dan sal ons weer opstaan. Maar ek het na school gaan studeer, op Stellenbosch gestudeer, en toe ek in Johannesburg gaan werk, en later by Eerste Nationale Bank gewerk, maar in my hart was ek nog altyd 'n plattelander. Ek is die type ou wat allemaal by die koöperasie wil groet. Ek is die type ou wat by 'n algemene handelaar my inkopies wil doen. En ek het nog altyd geweet, as ek iewers in die wêreld wil wees, sal het in die platteland in Suid-Afrika wees. So ek het geen twyfel gehad dat ek in die platteland wil bly nie. Ek het net op 'n latere stadium dit so gekoester dat het met boerdery gepaard gegaan het en ek het 'n geleentheid gekry om te kom en ek sal die eendag terugkyk en terugverlang na die stadslewe nie. Ek is 'n plattelander en ek is 'n Suid-Afrikaanse boer wat mal is oor die platteland en jy sal my hier kry tot die einde toe.